Stichting Lobby heeft vandaag een tweedaagse symposium over baarmoederhalskanker succesvol afgesloten. Het symposium is gehouden in samenwerking met onder andere het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO. Zowel nationaal als internationale medische deskundigen hebben gedurende twee dagen een uiteenzetting gegeven over de status van Suriname in zaken baarmoederhalskanker, de preventie en de behandeling daarvan. Het grootste zorgpunt voor de medische wereld is dat er nog steeds vrouwen sterven aan baarmoederhalskanker, terwijl dat niet hoeft, zegt de internist en oncoloog van het Diakonessenhuis, Els Dams. Nodig, omdat bekend is dat het door een virus wordt veroorzaakt en je het in feite kan voorkomen of door te vaccineren tegen het virus of door te screenen. Want voordat je baarmoederhalskanker krijgt, heb je eerst een soort voorstadium. Dan zijn er misschien wat onrustige cellen, maar er is nog geen kanker. En als je dan een vrouw behandelt, dan gaat ze geen baarmoederhalskanker krijgen. Dat is een heel lang proces, dat duurt jaren. Dus het is echt heel erg jammer en heel erg zonde dat we nog zoveel vrouwen hebben in Suriname die baarmoederhalskanker krijgen. Als we een goed programma zouden hebben, dat is eigenlijk het doel van dit symposium. We willen komen tot het ontwikkelen van een goed screeningsprogramma. Wat betekent dat? Dat betekent een programma waarbij je zorg draagt dat je zoveel mogelijk vrouwen in je land bereikt en kunt screenen. Aldus internist en oncoloog Els Dams. De screening kan op diverse manieren geschieden, zegt Lily Olmtak, gynaecoloog van het Diakonesse Ziekenhuis. Een van de mogelijkheden is het maken van uitstrijkjes. Je kan een FIA-test doen, je kan een uitstrijkje maken. Suriname is heel verschillend, demografisch. De zorg in de kustvlakte in Paramaribo is heel uitgebreid. En naarmate je verder van Paramaribo komt, is de zorg anders en minder makkelijk geregeld. Dus we zullen op maat programma's moeten uitwerken voor de verschillende gebieden van Suriname. Voor de verschillende sociaal-economische statussen van de verschillende weken en buurten. Straks is het eind van het tweedaagse symposium. Zijn er al eventuele conclusies onder de participanten? Ja, die zijn eigenlijk nu gaande. En wij hebben van alle conclusies van alle participanten, want daarom was de workshop zo belangrijk, om de input te krijgen van alle deelnemers. Die met z'n allen hebben nagedacht over de verschillende aspecten van screenen en behandelen. En die gaan we zo meteen in de conclusie gaan wij die presenteren. Je zag dus gynaecoloog van het Diakonessen Ziekenhuis Lily Olmtak, Stichting Lobby in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization PAHO heeft vandaag een tweedaagse symposium over baarmoederhalskanker succesvol afgesloten en wel in Hotel Torarica.